heel veel woorden. Feitelijk komt er gewoon op neer dat sociale huurders met 5,3, 5,8, misschien nog iets meer, misschien nog iets minder, huurverhoging geconfronteerd worden. En dat feit sec. We hebben vorige week hebben we van links tot rechts mensen horen praten over bestaanszekerheid. Hoe belangrijk dat was. Allemaal mooie beloftes. En deze week komt daar dus het nieuws dat die huurverhoging misschien wel 5,8% bedraagt. De minister kan toch niet zeggen dat dat een goede uitkomst is? De minister. Wat ik heb gezegd is dat ik begrijp dat als je zo'n kop leest, dat je denkt, jongen, kan dat eigenlijk wel? En dit helpt natuurlijk niet voor de mensen met de laagste inkomens. En daarom wil ik ook het echt in die bredere context plaatsen. Eerst is natuurlijk gewoon de reden om het juist te willen koppelen aan de loonontwikkeling. Sterker nog, voor de mensen in de corporatiesector, gemiddelde loonontwikkeling min een 0,5%. Dat betekent dat er altijd een autonome huurquoteverbetering in zit voor de mensen in de corporatiesector. Dat is één. Twee is, als je kijkt naar de huurindexatie, moet je er natuurlijk altijd wel bij vertellen dat ook de huurtoeslag wordt geïndexeerd. He, bijvoorbeeld als je kijkt naar, laten we gewoon een rekenvoorbeeld nemen. Iemand met een huur van een kleine 600 euro, die zou met een huurverhoging van ruim 5%, zou die 30 euro meer gaan betalen per maand. Maar die huurtoeslag die stijgt ook, laten we zeggen, met 20 euro per maand. He, dus die wordt goed deels wordt die gecompenseerd door die huurtoeslagstijging, de indexatie van de huurtoeslag. En daarnaast hebben we natuurlijk in het koopkrachtpakket van vorige week, hebben we natuurlijk als kabinet gezegd, we gaan daarnaast ook de huurtoeslag echt verhogen. Dus actief verhogen voor iedereen. Met ruim 30 euro per maand. Dus de huurtoeslag gaat veel meer omhoog in de optelsom van indexatie en van huurtoeslagverhoging, dan dat de huren omhoog gaan, zelfs als die omhoog zouden gaan met 5%. En de verwachting is helemaal niet dat ze omhoog gaan met 5%, want het maximum van de toegestane huurverhoging wordt door corporaties nooit gebruikt. Daar komt nog bij dat er 600.000 mensen met de laagste inkomens, dus de 120% wettelijk minimumloon, die zijn allemaal actief per 1 juli hebben die een huurverlaging gekregen naar 575 euro. En vanaf daar begint dan weer die indexatie. Kortom, huurders zijn echt goed af met alle afspraken zoals we die hebben gemaakt. Mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter. Dit is echt met de ene hand geven en met de andere hand weer terugnemen. En voor een heel groot deel hebben mensen helemaal niet iets gegeven gekregen. Voorzitter. Als dit wel doorgaat, dan wordt dit een van de hoogste huurstijgingen van de afgelopen 30 jaar. Dat klopt toch? Wil de minister echt de grootste huurverhoger van een generatie worden? De minister. Maar toch even. De inflatie was afgelopen jaar 10%. De effectieve huurstijging voor bewoners van corporatiewoningen was 0,1%. 10% inflatie, 0,1% huurstijging. Dat is uniek. Dat is pas historisch. En dat komt door de koppeling dus aan de lonen. En dat komt door een gerichte huurverlaging voor de mensen met de laagste inkomens. Die gerichte huurverlaging die blijft gewoon staan. Die koppeling aan de lonen blijft ook staan. En daardoor weten we zeker dat de loonontwikkeling gelijke tred houdt met de stijging van de huren. Dat is heel belangrijk. Want daardoor weten we dus zeker dat mensen het kunnen blijven betalen. Wat daarbij nog meer speelt, is dat we nou juist voor de mensen die huurtoeslag ontvangen, hè, zien we ook dat er een indexatie is van de huurtoeslag. Dus niet alleen van de huren, maar ook van de huurtoeslag, die dat goed deels compenseert. Daarnaast hebben we besloten tot een huurtoeslagverhoging, die daar nog weer eens bovenop komt. En, zou je kunnen zeggen, de gemiddelde loonstijging. Ja, de mensen in een corporatiesector hebben veel vaker zitten rond het minimumloon. En het minimumloon is natuurlijk veel meer gecompenseerd dan een gemiddelde loonstijging. Kortom, ik denk echt dat als je het totale plaatje bekijkt voor de huurder, dat die in zijn totaliteit onder de streep echt gewoon goed af is. Mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter, ik heb niet het gevoel dat we hier vandaag heel veel verder mee komen. En wij zullen ook amendementen indienen op de begroting. De minister shopt ook wel uit de groepen die hiermee bereikt, voorzitter. En we hebben vorige week toch ook echt gezien dat er een noodpakket moest komen, weer een noodpakket voor koopkrachtmaatregelen. Dat je daarmee kielen, zeg maar, binnenhaalt dat misschien mensen niet verder in armoede zakken.
juist ook veel aandacht, ook van mijn buurman aan de linkerzijde, zijn partij, VVD, voor juist die groep die overal voor wordt uitgesloten, die niet die huurverlaging heeft gekregen, die geen huurtoeslag krijgt, die voor heel veel andere toeslagen ook niet in aanmerking komt, die krijgen hier gewoon weer een huurverhoging bij, voorzitter. En daarmee heb je vorige week gezegd, nou, we houden de armoede gelijk, wat ik al een tragische uitkomst vind. En vandaag, of gisteren, kom je weer met een huurverhoging die weer groepen gaat raken. Hey, kijk, de huurverhoging zat natuurlijk gewoon in het koopkrachtbeeld ook van vorige week. Dus dat is niet iets wat erbij komt. Dat zat al gewoon in het koopkrachtbeeld van vorige week ook. Dus dat is geen goede weergave van de stand van zaken.